Mark Rutte, hoe kan je mij bespreken over het recht op zelfverdediging van Israël, terwijl de criminele regering van Israël bommen gooit op ziekenhuizen, bommen gooit op kinderen en hele wijken in Gaza van de kaart veegt? Mark Rutte, ga je diep schamen voor die opstelling? Mark Rutte, hoe kan je blijven zeggen dat je onvoorwaardelijk achter de regering van Israël staat, als we al 75 jaar zien dat de regering van Israël illegaal het land afpakt van de Palestijnen, Palestijnse kinderen vermoordt en ervoor zorgt dat de Palestijnen onder een apartheidsregime moeten leven? Mark Rutte, ga je diep, maar dan ook diep schamen. Ik vraag de Nederlandse regering en de internationale gemeenschap, hoeveel onschuldige Palestijnen moeten er nog doodgaan voordat we eindelijk omkijken naar hun lot? Hoeveel Palestijnen moeten nog het slachtoffer worden van de onderdrukking voordat we eindelijk omkijken naar hun lot? As you can hear now, the raids are directly targeting the tower. Just a while ago as well. I'm sorry again. Oh my god, yes, I need to go down. This is a Shrook tower that has been brought down, as you can see. I was standing right opposite to it when I was talking to you. Netanyahu, je bent een oorlogsmisdadiger. Netanyahu, er is maar één plek voor jou. Er is maar één plek voor jou en dat is hier in Den Haag bij het internationale strafhof. En al die politieke partijen hier in Nederland, die op dit moment nog achter de regering van Israël staan, met wapenhandel, met een defensieovereenkomst, ook die partijen, die moeten zich diep schamen. Want elke keer dat zij achter de regering van Israël blijven staan, legitimeren zij de oorlogsmisdaden van Netanyahu en dat moet stoppen. Wat wij willen is een vreedzame oplossing waarin de Palestijnen in gelijkwaardigheid met christenen en joden samenleven in dat gedeelte van de wereld. En in onze opvatting is die oplossing één staat met gelijke rechten voor iedereen en die staat is Palestina.